Ja, en dan staan we hier in Boksmeer een week na de Vierdaagse. En dan worden de Vierdaagse lopers guldig. En tot mijn verrassing zie ik dan onze collega Henk Collé. Henk, jij hebt meegelopen. Ja, voor de 8e keer inmiddels in 10 jaar tijd ongeveer. Ik ben begonnen toen ik 50 werd. Mocht ik ook de 40 lopen. Kon met mijn vrouw Tini meelopen. Wel zo gezellig. En de 50, daar kun je voor trainen natuurlijk, die 10 kilometer extra. Maar dan moet je zo verdomd vroeg je bed uit, om 2 uur. En ik hou ook van gezelligheid, zoals je ziet. Dus om dan om 2 uur er al uit te moeten, dan moet je al zo vroeg in bed liggen. Dan kom je dus thuis, dan is het douchen, eten en gelijk op bed. Nou, laat mij maar lekker de 40 lopen. Ja. Wat is nou leuk om die 4 dagen, om 4 dagen te lopen? Nou, vooral het publiek. De prestatie is natuurlijk ook leuk om het vol te houden. En het doet wel wat met je natuurlijk als je zoveel uren op de been bent. Kun je iets bij voorstellen. Normaal heb ik al een hekel aan winkelen en dan heb ik na een half uur al dat ik ga hangen tegen een pui of zo. Maar als je gaat wandelen, dan heb je toch ander doel en andere afleiding. Het publiek is geweldig langs de kant, de kinderen. Tini en ik zijn altijd heel actief en wij niet alleen, maar wij in ieder geval met het publiek. Dus klappen en reageren op het publiek en de boel een beetje ophitsen, hoe warm het ook is. En de kindjes een high five geven langs de route. Want ja, die moeten niet genegeerd worden. Die kinderen die staan daar. En het is leuk als die ook dit virus van de Vierdaagse krijgen natuurlijk. Nou, is het 4 dagen lopen? Heb je nou ook dat je zegt, sommige mensen zeggen dat de tweede of de derde dag is het moeilijkste? Ja, dat ligt eraan. Als je lichamelijke ongemakken krijgt of blaren, dan is het extra moeilijk. Of als het weer heel extreem is. Wat ik zelf vind is dat je de tweede, de derde en de vierde dag met het uitlopen van Nijmegen, de stad uitlopen, dat is 3 keer bijna hetzelfde stuk. En dat is best wel saai, want er staat bijna geen mensen langs de kant. En voordat je echt de stad uit bent, ben je al ruim 1,5 uur, 1 uur en 3 kwartier onderweg. Voordat je weer een beetje in een mooie omgeving komt, qua natuur of waar er weer wat mensen staan. En dat vind ik altijd een beetje geestdodend. De andere kant van de zaak is dat je dan wel weer een beetje rustig op gang kan komen. He, als je een beetje stijf van bed afkomt en je kan dan weer lekker warm draaien, dan krijg je het heilige vuur weer. En dit jaar was het ideaal wandelweer of niet? Ja, vergeleken met afgelopen week helemaal. Want het was steeds rond de 25 graden. En de afgelopen week was 40 graden. Nou, dat hebben we geweten. Maar dan was het ook afgelast, denk ik. Want het was voor het publiek levensgevaarlijk en voor de wandelaars ook. Maar vorige week was het geweldig weer. Ja. En nou even een feestje na. Ja, alleen nu hebben we geen blaren meer. Hè. Niemand hier heeft nu nog blaren, denk ik, een week na die tijd. En toch hebben we het blarenbal. Maar ja, dat is ook maar een naam natuurlijk. Wij zijn er heel goed in Brabant om wat er ook gebeurt. We maken overal een feestje van. Nou, en dit is de smoes dit keer, de Vierdaagse. Nou, geniet er vanavond van. Gaan we doen. Proost. We hadden zojuist onze collega Henk Collé al. En nou hebben we 2 dames en ik sta hierbij. Nelly en Carla. Jullie hebben alle 2 meegelopen. Hoeveel kilometer heeft u gelopen? 40 kilometer per dag. Ja, ik ook. En jullie staan nou dicht bij elkaar, maar hebben jullie ook samen gelopen? Ja, dat hebben we. Ja. Ja. Hoeveelste keer hebben jullie gelopen? Ik de 9e keer. 14. Wat is nou, die vraag heb ik ook aan Henk gesteld, wat is nou zo leuk aan het lopen 4 dagen lang? Het feestje, hè? Het feestje langs de kant en alle mensen samen. Ja, echt. Ja, ik vind de eenheid, het saamhorigheid, het gezellig, ja, een soort virus. En geen problemen gehad aan voeten en benen? Nee, geen problemen. Trainen, nee. Nee. En ze zeggen altijd, je moet een klein beetje gek zijn om 4 dagen te wandelen, klopt dat? Ja, voor mij is de 4 dagen het carnaval. Ja, misschien wel een klein beetje gek zijn, ja. En hebben jullie nou al plannen voor volgend jaar? Ja, ik heb andere plannen voor volgend jaar. Ja, als ik zo goed blijf gaan, doe ik volgend jaar wel mee. En dan gaan jullie 4 dagen lopen. Maar is het ook zo dat jullie van tevoren wel trainen voordat jullie aan die 4-daagse beginnen? Ja, wij trainen elke week. We hebben een wandelclubje in Oplo. En elke zondagochtend om 8 uur lopen we vanuit de kerk en dan gaan we ergens naartoe. Vooral als koffie hebben.
Ja, dat klopt. Ik loop eigenlijk ook het hele jaar door. Maar dan hoor ik van uw collega, volgend jaar heeft ze andere plannen. Ja. En de plannen van u zijn om volgend jaar wel mee te lopen? Ja, ik loop even goed volgend jaar weer mee. Ja, we hebben een groepje, dus waarschijnlijk loop ik dan toch niet alleen. Geniet van het feestje vanavond en in ieder geval succes voor volgend jaar. Nou, dankjewel. Ja, iedereen, welkom op Blarenbal 2019. En traditioneel trappen we altijd af met het bedanken van alle lopers en het uitreiken van de cheques. Nou, voor mij is het een hele eer om hier te staan. Misschien de meeste lopers die hebben mijn gezicht al een keer gezien, want het is mijn 9e Blarenbal alweer. En dit jaar hebben we een fantastische service gehad. Maar dat komt natuurlijk niet door mij, dat komt door iedereen die hier staat. Dus ik wil even beginnen met een klein bedankwoordje. En ik ga eerst iedereen af, want anders is het een applaus voor jezelf. Maar dan kun je mooi klappen voor elkaar. Ik wil eerst beginnen met Sven en Suzanne en iedereen van Ries en Labamme te bedanken voor de gastvrijheid dat we hier mogen staan. Nou, daarna een mooie veer in onze eigen reet steken. Ik wil Nick Jansen bedanken. Hij was voorzitter van de service dit jaar. En alle tafelaars die er heel veel aan hebben gedaan dit jaar om een fantastische service neer te zetten. Maar ook alle partijen die ons daarbij hebben geholpen. Zoals bijvoorbeeld Vincent Maassen met de Visio. De Jukkels wil ik heel erg bedanken voor de muzikale opluistering vanavond. Maar ook de DJ bij het serviceproject, de jongens van het licht en geluid. Iedereen die ons ondersteund heeft, enorm bedankt. En dan ga ik... Oh, ook een klein applaus. Nou, dan een enorm groot dankjewel voor onze sponsoren die weer een fantastisch bedrag hebben opgehaald dit jaar met hun gulle giften. De meesten zijn niet hier vanavond, maar dankzij hun kunnen we hier staan. Dus een enorm applaus voor onze sponsoren. En last but not least, daar komen ze al aan, mooi naar voren gelopen. Alle lopers van de ronde tafel, echt fantastisch dat jullie weer mee hebben gelopen dit jaar. Dankzij jullie kunnen we dit doen. Dus voor jullie een enorm applaus. Super. Nou, als eerste wil ik heel even kort vertellen, voordat we de goede doelen op het podium gaan halen. Want het valt misschien minder op, altijd als we hier staan op een Blarenbal. Dat we namelijk ook elk jaar op de kerst een kersttour doen. Ik weet niet of jullie dat al een keer hebben gezien. Maar dan gaan we eigenlijk, dan gaat er één maloot, dit jaar mag ik dat doen, in een kerstmannenpak en alle tafelaars erachteraan. En dan gaan we een paar dagen voor kerst, met een hele stapel cheques onder de arm, rijden we het land van Kuik door. En dan reiken we heel veel cheques uit aan het goede doel. En vooral kleinere lokale goede doelen krijgen dan ook de aandacht die ze verdienen. De afgelopen 3 jaar zijn het meer dan 25 goede doelen. Hebben we een bedrag van 15.000 euro uit mogen reiken. Wat ook een fantastisch bedrag is. Wat ook een gevolg is van dit serviceproject hier. Alleen ja, niet hier op het podium. Maar ik wil het wel heel graag benoemen. Dus als je dat een keer meer wil krijgen, volg ons op Facebook. Of ik zal misschien even een keer een mailinkje eruit gooien. Kunnen jullie het ook zien. Maar ook daar is 15.000 euro naartoe gegaan de afgelopen 3 jaar. Dus ook een fantastische prestatie. Nou, ja. Dankzij jullie, hè. Dankzij jullie. Dan wil ik nou heel graag de goede doelen op het podium hebben. Dus mag ik namens het Maasziekenhuis Harmen naar voren halen. En naast Ronald McDonald, Ellen. Hey. Nou, we hebben erg veel reacties gekregen dit jaar van eigenlijk alle lopers die zeiden wat een fantastische doelen hebben jullie dit jaar uitgekozen. En voor ons was het ook echt een hele makkelijke keuze, want dit zijn echt fantastische doelen. En zolang ze hun nek niet gebroken hebben, zullen ze dadelijk een heel mooi woordje gaan doen hier op het podium. Yes. Gaan we laag staan? Heel goed. Mag ik jou als eerste het woord geven? Zou je wat willen vertellen over jullie goede doel en wat jullie met de donatie willen gaan doen? Ja, nou, wij, ik, assistentmanager van het Ronald McDonald Huis, wil hier vooral laten merken dat wij zeer blij zijn met alle inzet en betrokkenheid van jullie. En wat wij gaan doen, we bestaan al vrij lang en het Ronald McDonald Huis is bedoeld voor mensen met ouders, broertjes en zusjes met een ziek kind in het ziekenhuis. En wij willen
de mogelijkheid bieden om die kinderen die ziek zijn zo dicht mogelijk bij hun ouders te laten zijn. En omgekeerd wil je als ouders zo dicht mogelijk bij je kind zijn. En dat willen we ook realiseren in het ziekenhuis zelf met een nieuw te bouwen huiskamer. En dat gaat eind 2020 waarschijnlijk helemaal gerealiseerd worden. En de gift die wij vandaag van jullie krijgen, die gaat daaraan besteed worden. Zodat we kinderen die het hard nodig hebben, dicht bij hun ouders, broertjes en zusjes kunnen laten zijn. Ga ik even achterdoor naar Harmen. En Harmen spreekt namens het Maasziekenhuis in Boksmeer. Harmen, wat gaan jullie met de donatie doen? Beste renners, mag ik beginnen om te zeggen dat Steven Kruiswijk vandaag derde geworden is. Ajax is zo net 1-na-laatste geworden tegen PSV. Nee. 1-na-laatste tegen PSV. Klopt precies. Nee. Jawel. Nou, maar wat Ajax heeft gewonnen. Precies. 1-na-laatste als je met z'n tweeën bent. Max Verstappen. Max Verstappen is morgen tweede. Maar de nummer 1 prestatie hebben jullie afgelopen week geleverd. Echt groot compliment. 4 dagen achter elkaar, jongens. Dus super knap. Wij vanuit het Maasziekenhuis en dan specifiek de kindergeneeskunde willen jullie echt van harte bedanken. Jullie opbrengst komt aan gunste van onze Kids Corner. Die staat elk jaar weer heftig onder invloed van vele grijpgrage handjes die niet altijd alles heel laten. Soms moeten er dingen veranderd worden. Er staan heel veel veranderingen in het Maasziekenhuis aan de gang, waar op dit moment een enorme positieve flow heerst. En ik wil jullie daarvoor bedanken dat jullie mede namens jullie inbreng en de opgeleverde eurotjes, waar we heel nieuwsgierig naar zijn, daar een mooie, mooi doel voor hebben. Dus nogmaals, heel erg hartelijk bedankt en wie weet tot volgend jaar dan weer. Daar zijn we allemaal heel erg benieuwd wat er natuurlijk op de check staat, maar nog even geduld. Want ik wil heel even de aandacht vragen nog voor het volgende. Want dit jaar hadden we, omdat eigenlijk vorig jaar werd ons gevraagd door een paar wandelaars die zeiden van, is er nog geen manier dat wij zelf ook geld op kunnen halen voor het gooien doel namens de ronde tafel? Nou, in het kader daarvan hebben wij eigenlijk de geef.nl actie opgestart, waarmee je dus zelf ook geld op kon halen, zonder dat je hoeft te leuren, dus zonder dat je iedereen hoeft te bellen. Dus als gemakkelijk profieltje aanmaken, linkje delen in een WhatsApp groep en dan kon het eruit. Omdat dat te stimuleren heeft eigenlijk onze nieuwe aspirant tafelaar, die vandaag schittert door afwezigheid, een dagrijden in een BMW i8 ter beschikking gesteld. Nou, in totaal van de 130 wandelaars die we dit jaar hebben, hebben er 13 daarmee eigenlijk geld opgehaald. En ik wil even iedereen noemen die boven de 100 euro is uitgekomen. En dan maak ik daarmee ook de winnaar bekend van de dag in de BMW i8. Dat is Truus de Kleine, Eddy van Orso, Janneke Peters. En degene die graag even op het podium wil hebben om te feliciteren, die heeft de meeste geld opgehaald voor het doel dit jaar, Geert-Jan Hutte. Hey! Kun je je emoties onder woorden brengen? Moeilijk. Ja, dat snap ik. Nee, alle gekheid en spijt. Het is fantastisch dat je mee hebt gedaan met de actie. Je hebt ook een fantastisch bedrag opgehaald. Het meeste eigenlijk van iedereen. En, samen met de andere wandelaars heeft dat een hele mooie extra bijdrage geleverd aan de ronde tafel. En je mag een dag gaan scheuren in de BMW i8 van Nino Hermans. Dus probeer hem heel te houden, zou ik zeggen. Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Maar vond je het leuk om mee te doen? Was het makkelijk om mee te doen aan de actie? Ja, veel niet. Ja. Genoeg. WhatsApp-vrienden, het gaan echt maar WhatsApp-vrienden. Ja. Valt het niet tegen? Nee, dat gulle vrienden heb ik. Ja, dat blijkt. En je zou iedereen aanraden om volgend jaar mee te doen. Zeker, zeker. Ja. Super, mag ik een hartelijk applaus voor Gert-Jan. En we regelen het dan met de sleutels een keer. Ja? Super. Nou, dan gaan we nu over naar het moment waar we allemaal al heel lang op zitten wachten. Namelijk de uitreiking van de checks voor het goede doel.
Mag ik een tromroffel, al dan niet gewoon met de handen? Nou, ik niks. Zo allebei in. Ja. En dat is de andere. Komt ie. Wij reiken dit jaar uit 15.000 euro. Ja, dat zal ik zoeken. Willen jullie een klein woordje doen nog wat? Ja, hartstikke bedankt voor deze geweldige opbrengst. Ja, het is iedere keer toch weer heel erg indrukwekkend om te merken hoeveel mensen het Ronald McDonald Huis in Nijmegen een warm hart toedragen. En dat zeg ik ook vooral namens de papa's, mama's, broertjes en zusjes van zieke kinderen. Hartelijk dank. Het komt op een hele goede plek terecht. En super bedankt nogmaals. Ja, daar kan je bijna natuurlijk niet overheen, want woorden schieten tekort, jongens. Erg bedankt. Dit komt helemaal goed. Dit komt supergoed terecht. Kinderen kosten klauwen van geld, zullen ze weten. Dus dit hebben wij hard nodig. Merci. En ja, ik ben een beetje bedust. Dus heel goed. Super. Maar wacht. Want het lijkt wel een Telcel-reclame. Er is namelijk nog meer. Want gelukkig, het gaat vanavond niet regenen, maar het regent wel checks. Want dankzij de lopers, dankzij de Geef.nl-actie en het geld wat jullie hebben opgehaald, kunnen we nog een extra check uitreiken aan allebei de goede doelen. En dat gaan we nou ook doen. Want dankzij jullie kunnen we nog een keer, moeten goed hebben, 1000 euro uitreiken aan allebei de goede doelen. Dankzij jullie. Ja. Ja, onze checks waren al klaar, maar echt, dankzij de lopers hebben we nog een keer 1000 euro extra op kunnen halen. Dus dat is echt 100% aan de mensen daar te danken. En dan stel ik voor dat we nu niet veel langer gaan uitstellen, maar met z'n allen gezellig op de foto gaan en dan we lekker bier kunnen gaan drinken. Is dat een idee? Ja. Is het misschien... wacht, we zullen eerst de bloem uitreiken, dat is misschien ook wel gezellig, hè? Kan dit er nog bij? Kan er nog bij. Nou, super. Dank jullie wel. Mag ik dan alle lopers vragen om hiervoor te verschijnen? En een paar roepen. Ja.